componist, producent, muziekondernemer. Eigenlijk sinds de jaren 90 al je eigen bedrijf? Ja, eigenlijk toen ik 16 was al een beetje. Dat we begon met spelen bij op braderieën en verkopen in een winkel en dat soort dingen. En de muziekles geven aan de beginners. En ik ben toen ik 19 was, heb ik voor het eerst mijn eenmanszaak opgestart. Dat is al een tijdje geleden, ja. Mag ik zeggen dat jij verantwoordelijk bent voor de muziek van The Voice of Holland, De Wereld Draait Door, RTL Nieuws? Ja, dat mag je zeggen, want dat klopt. Oh, gelukkig. Ja. Maar ben jij er dan ook verantwoordelijk voor? Zeg je, nou, het is natuurlijk een heel team. Waarbij... Nou, degene die je nu noemt, daar ben ik echt zelf verantwoordelijk voor. Inmiddels werk ik wel met een team met mensen en doen we naast de op maat muziek voor televisieprogramma's. Doen we natuurlijk heel veel muziek die in het programma zelf zit. Dus de begeleidende muziek, spanningsmuziek, grappige muziekjes. En dat kan ik echt niet meer allemaal alleen produceren. Dus inmiddels produceer ik ook met een team. En wat wij vaak tegenwoordig doen, zeg maar, is dat we een interne pitch houden. Dus wij hebben een opdracht, zeg maar, vanuit de opdrachtgever. Bijvoorbeeld Mark, die hier net zat. Die zegt, ik zoek zo en zoiets. Hij zingt het ook voor. Hij doet Body Boot en Dada Boop en Boef doet hij dan. Oké, dat is best wel inspirerend. Soms ook wel een beetje verwarrend. Maar dat is ook een beetje de uitdaging en de manier waarop hij dat doet. Vervolgens pitch ik dat intern en dan maak ik een aantal stukken. En de jongens met wie ik samen produceer, die maken ook een aantal stukken. Die luister ik wel allemaal en daar vind ik dan wel wat van. Want ik kijk wel van, vind ik dat het klopt met hetgene wat de opdrachtgever mij verteld heeft, de regisseur. En daar gaan er dan soms gaan er 6 of 7 die kant op. Of soms maar 2 of 3. En ook wel eens diegene waarvan ik denk, nou ik weet het niet. En soms kiezen ze juist diegene waarvan ik dan denk, nou moet ik die wel meesturen. Want je wil ook niet te veel sturen. Dus inmiddels werk ik wel met een team met mensen. En het bedenken is natuurlijk één, maar wij doen ook de productie en de opname en het mixen en het uitschrijven van alle stukken die we daarna vervolgens opnemen als we dingen echt opnemen. Krijg je gewoon een pakketje? Uiteindelijk krijg je bij een televisieprogramma een pakket. En dat ligt er maar net aan. Bij een documentaire krijg je vaak weer langere scores. En bij een nieuwsprogramma heb je natuurlijk meer de underscores en de headlines. Dus het ligt er maar net aan wat voor soort programma het is. We gaan even luisteren naar een compilatie van dingen die onder jou zijn ontstaan. Ik denk nu. RTL Nieuws? Ja, dit is RTL Nieuws, ja. Herkennen jullie het? Ja, dit is geen moeilijke. Wat is dit dan? Wat is dit? Dit is Goedemorgen Nederland. Oh, dan ben ik nog niet wakker. Ja. Het draait tot 10 uur hoor, dus dat ben ik nog niet ook. Maar nou zie ik wel iedereen knikken, denk ik. Ja. Dat was De Wereld Draait Door. Ja. Dit is Umberto. Oh, tuurlijk. Ja. Dat was Khalid en Sophie. Dat was Nieuwsuur. Ze draaien ze nu allemaal achter elkaar. Maar jij wilde het graag even bespreken. Nee, maakt niet uit. We kunnen ze allemaal achter elkaar bespreken. Is dit Nieuwsuur? Ik dacht dat we dat vorige was even Nieuwsuur. Dit is Miljoenenjacht. Wacht even, dan moet je een joker inzetten. Dit was Miljoenenjacht. En wie die we daarvoor hoorden was Nieuwsuur. En wat was dan de derde of de... Nou, het doet er ook niet toe. Dit is in ieder geval... Het was een hoop. Dit was een hoop materiaal om heel trots op te zijn. Ja, zeker. Denk ik. En het idee van bijvoorbeeld de talkshows die hier voorbij hoorden komen... wat daar interessant over is om te vertellen, denk ik... is dat een talkshow is niet per definitie gewoon altijd een talkshow. Wat belangrijk is van... welke zender is het? Dus is het een RTL-zender of is het een NPO-zender? Maar ook het tijdstip. Goedemorgen Nederland is natuurlijk 's ochtends. De onderwerpen zijn wel de onderwerpen uit het nieuws, maar toch niet zo zwaar als dat ze normaal gebracht worden. De studio is wit, met een beetje oranje. Wacht even, kun je dat horen?
Nou, je kunt horen dat het qua tone of voice, er zitten geen blazers in, het is strijkers, er zit akoestisch gitaar in, het is meer uptempo. Op het moment dat je wakker wordt 's ochtends, dat is de gedachte die erachter zit. En ook het gesprek wat we met de regisseur en met de producers hebben gehad, is dan wil je toch een beetje met een prettig gevoel wakker worden. Het is wel actualiteiten, dus er zitten ook wel weer staccato strijkers in die een beetje de urgentie vertellen. Er zitten wat piepjes in om het wat nieuwswaardigheid te geven. Maar de melodie wordt gespeeld door een akoestisch gitaar. Wat toch over het algemeen wel wat lichter en wat opener klinkt. Een up-melodie, majeur, ook belangrijk, dus niet minor. Dat zijn allemaal dingen die je voor... Maar het is wel een talkshow. Hè? Ja. Je hoort wel, dat vind ik, dat althans, dat het een talkshow is. Umberto, bijvoorbeeld, die je net voorbij komen, die houdt van funk zelf. Die heeft zich ook er echt zelf wel mee bemoeid. Dus ja, ik wil graag iets funky. Die kwam ook bij ons in de studio om eigenlijk te vertellen dat hij vooral de bas harder wilde. Ik zei, moet hij nog weet harder? Weet je het zeker? Ik zei, weet je het zeker? Dus we hebben aan het einde, toen hij wegging, hebben we een tikje zachter gezet weer. Maar hij stond wel een stuk harder dan dat hij binnenkwam. Maar ook gewoon om te kijken van, wat vind je dan leuk? Hij zei, ja, dat vind ik lekker, want dan kom ik lekker in de flow. En, zo, en daar, ook daar hadden we 4 of 5 dingen gemaakt, waarvan ik ook verwacht dat ik had ook nog 1 ding wat best wel richting Earth, Wind & Fire ging. Qua gevoel en qua funk. Hij zei, nou, dat vind ik niks. Nou, daar houdt hij niet van. Ja. Hij houdt ook niet van Sisters. Nou, daar houdt hij, ik dacht dat hij daar wel van hield. Dus ik had ook wel bewust, ik had vermoeden dat hij zich er wel mee, ook mee zou bemoeien, zeg maar. Los van RTL, die zich daarmee bemoeide, en de producent. Maar dat zijn, dat is bijvoorbeeld een talkshow op zondagavond. In eerste instantie, later werd dat een dagelijks ding. Althans, dat wordt afgewisseld met Bo en met Eva. Maar dat zijn dus wel de dingen waar je ook bij een tune of een jingle bij nadenkt. Van oké, wat is het tijdstip? Wat is het doel? Nieuwsuur is natuurlijk ook een, dat is dan een nieuwsprogramma, net als RTL Nieuws. Maar dat is natuurlijk toch een andere signatuur dan bijvoorbeeld RTL Nieuws. RTL Nieuws is een hele digitale omgeving. En toen zij omgingen op een gegeven moment, dat was een pitch tussen mij en een aantal andere mensen. En daar zeiden ze eigenlijk, wat we eigenlijk niet meer willen, is pauken. Dus we willen wel urgentie, we willen geen pauken. We willen geen hoorn, we willen geen trompet. We willen geen strijkers. Dus eigenlijk mijn hele palet. Ik voelde me als een soort schilder. Ja. Ik moest wel een schilderij maken, maar mijn hele kleurenpalet waar ik normaal naartoe zou grijpen, dat werd een soort van afgepakt. Van, nee, dat gaan we niet, dat wil ik niet. Want ze hadden ook het RTL-logo, wat ze nu ook als het RTL-logo gebruiken. Dat is ooit bedacht vanuit de hoeken van een iPad. Omdat alles werd digitaler, dat was het verhaal. Nieuws wordt digitaler en we gaan dat veel meer consumeren via je tablet. En niet alleen maar weer via het RTL-nieuws. Lang verhaal kort, ik mocht niet mijn gebruikelijke palet van horns en toeters en dingen, maar wel urgent. Ja. En we willen wel als het begint dat je het gelijk herkent. We willen wel gelijk dit. En het moet ook nog een link hebben uiteindelijk met de app. Dus dat was best wel een uitdaging. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is toch heel veel gewoon digitale sounds gebruikt. Arpeggiators om het toch wel urgent te houden. Wel minor, wel de wendingen, de akkoordenwendingen die erin zitten, wel nieuwswaardig. En de melodie ook nieuwswaardig te houden. En het begint met een heel kort logootje. Wat je natuurlijk ook kent vanuit je app. Dat zit aan het begin van de leader. Vervolgens komt er een andere melodie. Aan het einde eindigt het daar weer mee. Waarbij we eigenlijk de link wilden maken tussen. Of dat was de gedachte erachter. Je maakt de link tussen de app notificatie. En uiteindelijk het nieuws wat je eventueel 's avonds. Of op je tablet. Maar op die manier tot je neemt. Zit jij wel eens voor de tv dat je denkt. Oh nee, au. Dat het gewoon ja, dat overal zit ik wel eens, niet ja. klopt. Ja. Ja? Nou ja, overal niet klopt. Wat Mark net ook vertelde, wat andere sprekers. Het is soms ook een keuze. Ik doe ook wel eens dingen, of ik moet soms dingen doen. Ja, kijk, uiteindelijk, als je muziek maakt voor opdrachtgevers, wat ik doe, dat probeer je natuurlijk het allerbeste van te maken wat je wil, wat je kan, zeg maar. De mooiste ding. Maar op een gegeven moment zegt een opdrachtgever soms van, ja, het zal wel, maar ik wil dit toch veranderen, of ik wil het toch anders. Je hebt toch het gevoel dat je met je babytje aankomt. Nou, je opdrachtgever, kijk, is een mooi babytje. Nee, nou, die vind ik lelijk, gooi die maar weg. Maak maar een nieuwe. Dus dan moet je toch, en daar moet je wel tegen kunnen als je dit werk doet. En dan moet je, en ik heb dan echt soms het idee dat ik letterlijk heb gemaakt wat ze vroegen. Want ik luister heel goed. Want het alleringewikkeldste is, de grootste uitdaging is eigenlijk om te weten wat het allemaal niet moet zijn. Soms denkt iedereen van je moet weten wat het wel moet zijn. Maar de muziek is zo breed en er kan zo ontzettend veel. Dat het eigenlijk interessanter is om te vragen, maar wat moet het dan in ieder geval niet zijn? En dat kan je ook, dat doe ik vaak ook gewoon met voorbeelden. Dus dan komt de regisseur naar me toe en zegt, ja, ik wil dat straks. Nou, bedoel je dan modern? Ik wil iets moderns. Ja, wat is voor jou modern? Rap. Nou, dat kan rap zijn. Als je het hier aan iedereen in de zaal vraagt, iedereen zal misschien wat anders zeggen. Voor de een is dat dance, voor de ander is het R&B. Voor wie iemand anders die zegt, van, nee, ja, voor mij is modern is Philip Glass. Hele mooie kleine filmmuziek, dat vind ik modern. Dus je moet eerst als een opdrachtgever dat tegen je zegt, dat leren we als je wat langer dit doet,
is ook inderdaad terug een vraag stellen. Dus als Mark bijvoorbeeld die inderdaad zegt, ja, ik bedoel dit of dat, zeg ja, maar dat snap ik niet, wat dan? En zegt, ja, ik bedoel, snap je toch wel. En dat gesprek moet je wel voeren. En wat een van de andere sprekers ook net zei, je moet ook wel zorgen dat degene die het uiteindelijk helemaal aan het einde beoordeelt, dat ik wil het liefste dat degene is, dat die ook mij brieft aan de voorkant. En wanneer het bij ons, bij mij soms fout gaat, wat natuurlijk iedereen heeft, dat je denkt, nou, dit is het helemaal. En dan kom je naar je opdrachtgever en zegt, nou, sorry, je hebt echt helemaal niks van begrepen. Ik dacht dat ik iemand vroeg die er wat van snapte, maar ik vind echt helemaal... Zo'n soort telefoonspel, dat iedereen elkaar influistert en dat er uiteindelijk iets heel anders overgebleven nou ja, is. Het is sowieso de interpretatie van, hè, wat is modern voor jou, wat is urgent. Maar het is ook het idee van, je maakt iets, of je zegt, nou, dit is het helemaal. En opdrachtgever die zegt soms gewoon, ja, dat klopt niet. En wat de valkuil die je vaak hebt als componist of als muzikant, is om dan te gaan verdedigen wat je hebt gemaakt. Om te zeggen, jawel, want dit, want dat, want zus en zo, dat heb ik allemaal gedaan, luister maar. Ja, maar hij vindt het niet mooi. En je komt er namelijk nergens mee, want je opdrachtgever die denkt dan, ja, sorry, ik snap niks van muziek. Jij bent hier en ik vind het gewoon niet mooi. Ja, je kan nog een half uur, ja, je kan het wel beargumenteren. Je moet het ook wel een beetje zeggen, ja, maar ik heb het gedaan. Want als er iemand dan zegt, ik vind het gewoon echt niet mooi. Of vind je goed, of het werkt niet. Hè. Mooi is natuurlijk een lastig iets. Hè. Daar hoor ik net over. Ja, goed of niet goed, mooi of niet mooi. Dat is natuurlijk, ik vind het niet werken. Het is niet wat ik voor ogen heb. Dan is mijn reactie altijd van, oké, dat heb ik je echt totaal niet begrepen. Nee. Dan heb ik het idee dat ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb ook nog een paar dingen ertussen gedaan, hoorde ik net ook de vorige spreker zetten, die een beetje afweken, om een beetje de bandbreedte wat breder te maken. Maar dat heb ik je gewoon echt niet begrepen. Dus dan moet ik je nog een keer, en het makkelijkste werk dan vaak, vind ik, om met regisseurs te zeggen, ja, sorry, klinkt een beetje stom, sorry, maar sorry, ik heb je niet begrepen, we moeten echt nog een keer erover hebben. En dat is de beste manier om uiteindelijk tot iets goeds te komen. En wat ik net bedoelde is dat door dingen op voorhand al te laten horen, dus als iemand zegt, ik bedoel modern, en je zet bij wijze van spreken iets van Martin Garrix aan, zegt hij, nee, niet dat soort modern. Nee. Daar kun je al heel veel dingen mee uitfilteren wat het allemaal niet moet zijn. En dat vind ik zelf, dat werkt nog goed om uiteindelijk te komen tot wat het dan wel zou kunnen zijn. Waarmee je ook in mee af moet nemen, wat is het tijdstip, wat is de setting, welke zender, welk gevoel wil ik meegeven. Dus op het moment dat kijkers ergens in de woonkamer staan of in de keuken koffie staan te maken en ik hoor dat het programma begint. Moet het je aandacht trekken, maar klopt dan vervolgens als het programma ingaat, klopt het ook nog met wat je ziet. Ik heb wel eens opdrachtgevers die zeggen, ja, we hebben een spelletjesprogramma en we willen bijvoorbeeld iets als Miljoenenjacht, wat wij hebben gedaan. Maar Miljoenenjacht is een grote postcode loterijshow waar je letterlijk miljoenen kan winnen. Het is een zaal, ja, nu weer, gelukkig komt het weer terug na COVID, met 2000 man publiek ongeveer. Met een opkomst van dames met een trap en Linda die loopt over de vloer, die loopt bijna een halve minuut voordat ze er is. Dat is één groot theater. Met grote prijzen en grote bombarie. Dus die tune die blaart het zeg maar uit. Dat is echt heel bewust gedaan. Dat wilden ze ook. Groot, groter, groot, bombastisch. Als je dat doet met een spelletjesprogramma waar je à la een quizvragenprogramma met 20 man publiek zit. En je zou zo'n tune ervoor zetten. Dan slaat dat helemaal nergens op. De tune slaat nergens op. Iedereen zegt, wat is dit? En daarna val je ook in een soort anti-climax. Ja. Dus dat werkt helemaal niet. En dat zijn de gesprekken die je met je opdrachtgevers moet voeren, bijvoorbeeld over dat soort programma's. Maar ik hoorde net ook iets over wat Mark zei, ja, kleur, rood. Wat voor mij soms werkt, is dat een opdrachtgever tegen mij, als we er niet uitkomen met elkaar, als ik denk, ja, ik twijfel, zeg maar, wat voor kleur is je programma? Ik vind het soms heel raar. Oranje vraag. Met wit, ja. Nou, bijvoorbeeld oranje met wit. Oh, ja. wit, dus het is, maar als je bijvoorbeeld naar The Voice kijkt, daar zag ik al decorschetsen en logo's met die hand met die microfoon erin. Dat was zwart en rood en ik zag al dingen met vuur. Ik denk, oh, dat wordt een hele tweede gegeven was dat ze alle uitzendingen zouden ze met live band doen. En daarvoor was het natuurlijk Idols vaak met orkestbanden en dat soort talentshows waren met orkestbanden. Dit was een van de dingen dat ze alles met een live band deden. Dus dat gaf me ook al een indicatie voor de liedermuziek. Ik denk, dat hoeft dus niet een hele elektronische tune te worden. Ik heb daar eigenlijk allemaal live instrumenten voor gebruikt. Dat moet live, ja. Dat ik dat ook vond kloppen. Ja. En ik wil dat energiek hebben. Nou, dan weet je al een beetje, oké, er zijn een aantal parameters waarmee je kan werken. Toen heette het, in het begin heette het alleen The Voice. Later kwam pas Of Holland, dat had te maken met een of andere zaak in Zweden, omdat een radiozender zou heten. Later dan weer ingezongen? Eerst had ik gewoon The Voice, maar ik zei ook tegen, ik zat toen, ik werd gevraagd daarvoor toen ik een speelfilm aan het mixen was, want wij doen ook speelfilms.
En die moest ik zelf mixen. En ik zat wel met een collega daarop. Ik zei, ja, zei, je moet het nu doen. En ik ging, na die week ging ik op vakantie. Ik zei, ja, ik kan nu niet. Ik ben nu met ja, maar ik kom er niet uit. Wil je nu komen? Mag je tegen Mark niet zeggen? Ja, dat kan, tijd is natuurlijk een ding. Als je zelf geen tijd hebt, moet je zeggen, het kan niet. Ja. Want anders ga je iets aannemen waar je geen tijd voor hebt. Dat is voor niemand leuk. Dus ik zei, nou, ik wil wel komen, maar dan wil ik praten met, wat ik dus eigenlijk altijd zeg, met degene die beslist. En dit was een programma van John de Mol. Die zei, nee, dat kan niet. Toen zei hij, dat kan niet. Want John heeft het veel te druk en dat gaat niet. Maak me gewoon eens. Nou, dan doe ik het niet. Dan ga ik gewoon door met wat ik aan het doen ben. Want dan vind ik het gewoon te risicovol qua tijd. Nou, uiteindelijk mocht ik toch naar Laren komen. En daar moest ik, had ik 5 minuten, wat uiteindelijk een half uur was. Dus we gingen praten en het was een heel leuk gesprek. En dan heb je met z'n, ik zeg maar, wat wil je dan? Ja, ik wil energiek, ik wil vaart, ik wil dit en dat. En ze hadden toen promo's lopen voor kandidaten oproepen, zeg maar. Doe mee met, met de nieuwe talentshow. En daar zat Binnen onder van Marco Borsato. En ik zei tegen hem, waarom vind je Binnen dan zo'n goed liedje? Waarom heb je, ja, hij zegt, dat zoek ik eigenlijk. Ik zeg maar, wat vind je er goed aan? Ja, het is heel snel. Het is heel supersnel en super energiek. Ik zeg maar, het ritme, is heel traag. Het is eigenlijk een soort traag. En overheen zit de tekst, binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel. Zeg, die tekst is snel, maar de muziek is eigenlijk best wel laid back. En toen zei hij, dat zegt nou niemand. Ja. Maar niet dat ik nou zo goed ben dat ik dat zeg of zo. Maar ik had zoiets, als je met iemand de diepte in kan gaan en een analyse kan doen. Toen zijn we later gaan kijken, wat vind je dan nog meer goed aan Borsato tracks? Nou, toen zijn we uitgekomen bij Ik leef niet meer voor jou, wat de shuffle is. Nou, als je de oude lieden van The Voice, want er is inmiddels een nieuwe die niet meer shuffelt. Daar zit er best wel wat inspiratie in, zeg maar. Inspiratie? Laat ik het zo doen. Ik ga het allemaal terugluisteren. Inspiratie. Ja. Dat is geen sound-alike, maar het heeft wel duidelijk de drive en de energie die dat programma nodig had. Ja. En dan kom je in dat programma binnen met crane shots en alle bombarie die er is. En dan komt het tot rust. En dat is wat die leader moet doen. Die moet al helemaal dat doen. Bij een leader van Nieuwsuur die net verbouwde komen, daar komen ministers aan tafel over onderwerpen die op dat moment in de politiek spelen. Daar moet het veel meer rust, wel urgentie. Niet te highbrow, dus niet te, maar het mag wel een bepaalde statuur hebben. En dat hoor je dan weer terug. Ja, we zouden al die tunes nu even terug moeten luisteren. Maar ze staan op onze website. Dus als je het leuk vindt om een keer te luisteren, dan kun je mensen ze hebben ze gewoon in hun hoofd, hoor. Van ja, van niet allemaal. Deze tunes. Maar dat is veel transparanter, veel meer strijkers. En niet zo bombastisch ook, want het is veel meer... ik zou bijna zeggen, calm the fuck down. En we gaan even serieus praten over wat er nu op dit moment allemaal aan de hand is. Dus dat is juist niet bombastisch. Maar heb jij dan, want jij zegt, je werkt nu wel met teams. Heb jij een soort gouden boekje met een soort steekwoorden van, oh, dat zoek je hierin en dat zoek je daarin? Want als het allemaal in jouw hoofd zit, dan moet jij het weer gaan uitleggen aan anderen. Nou nee, het is niet zo dat als ik bijvoorbeeld, stel dat ik een speelfilm doe, want dan doe ik dat ook vaak met, dan is de briefing met de regisseur gaat niet via mij, dat gaat al met de jongens met wie ik uiteindelijk de muziek ga doen. Mm-hmm. En iedereen is vrij gewoon om bij ons vragen te stellen en dingen. Alleen, dus er is niet een gouden tip van wat wel werkt of niet. Als dat zo zou zijn, dan zou je dat altijd kunnen volgen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd luistert als componist dan naar wat een regisseur of een programmamaker brieft. En dat je ook durft te zeggen, maar dit snap ik niet. Ik snap maar wat je nu bedoelt, hoe dan? Maar je moet je onwijs veel zelfvertrouwen hebben. Want jij hebt een soort codetaal in je hoofd van, nieuws associeer ik met piepjes. Dan lijkt het een soort, dan zou het een soort formule zijn die als je die ingrediënten erin gooit, dan komt er altijd een succesvol iets uit. Nou ja, dat lijkt het, als wij zo die hele lijst net gehoord hebben, dan lijkt dat wel zo. Ja, maar ieder ding is natuurlijk wat je hoort is het uiteindelijke resultaat van heel veel failure. En ook heel veel dingen. Je zit natuurlijk ook als componist tot 's nachts en je kan er ook echt helemaal geen ene zak van. Dat heb je heel, als je componisme hebt, dat herken je dat. Of creatieveling überhaupt, denk je, waarom hebben ze me eigenlijk gevraagd? Ik weet het gewoon nu niet meer. Straks komen ze erachter dat het allemaal één grote leugen, een grote leugen is. Dat ik helemaal niks kan. Dat gevoel heb je gewoon en dat moet je ook hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat, en als je dat laat zien ook, zeker Mark die net zat, is echt iemand die dat ook, die pusht daar bijna een beetje op. Zegt, ja, ik weet niet meer. Ik wil iets anders zijn, zeker van zijn. Hij maakt natuurlijk veel programma's over kunst en cultuur. En dan vertelt hij daarover, bijvoorbeeld, wat hij net vertelde. En dan kan je dat ook wel inspireren. Niet dat ik het gelijk snap. En zegt hij, ga maar zoeken, ga maar eens kijken naar andere dingen. En dan is het ook een zoektocht die je samen met elkaar maakt. Ik
heb daar ook heel erg de voorkeur aan om met dat soort mensen te werken. Wat ik jammer vind in wat in televisie gebeurt, is er wordt veel gepitcht. Dus dat is gewoon dat ze meerdere partijen vragen om iets te maken. En wat ik nu een aantal keer heb meegemaakt, is dat je niet meer de kans krijgt om met degene die de briefing überhaupt op papier heeft gezet, om daarmee te praten. En ik krijg dan soms, en er zijn ook al een aantal momenten dat ik heb gezegd, dan doen we nu niet mee. Nee. Want dit is gewoon een briefing die gaat naar soms 20 of 30 andere partijen. Niet dat ik niet mee wil doen met 20 of 30 andere partijen, maar je hebt, als ik zoiets lees, met al die elementen die ik net noem, het tijdstip, het soort zender, het onderwerp, waar gaat het programma over? En talkshow is geen talkshow, dat kan alle kanten op gaan. Zit er ook entertainment in? Zit er net als bij De Wereld Daardoor komen de boeken aan te pas? Wordt er over Wacht cultuur even, wat gepraat? Doe je dan als er een boek in een programma? Nou, ik weet niet zeggen dat je dan gelijk... Maar dan het vertelt wel dat het niet alleen maar hard is talk niet is. Het is niet alleen maar hard talk over bijvoorbeeld politiek. Maar het gaat ook over een beetje entertainment. Wat is cultuur. Nou echt een nachtmerrieklus voor jou geweest? Oh, er zijn er een hoop. De allerergste. Dat je nog wel eens denkt van nou met die mensen of met nou, dat... Nou, dat is geen nachtmerrie. Dat is toevallig. Is dat wel was een opdracht voor een speelfilm. En ik ga niet zeggen welke. Maar ze zitten hier. Nee, ze zitten hier niet. En dat was een producent. Die wilde heel graag dat ik die speelfilm ging doen. Daar had ik al veel mee gewerkt. En zei, jij gaat deze speelfilm doen. En we hadden ook het Metropoolorkest. En dat stond over 3 maanden geboekt. Dus dat wist ik. Nou, 3 maanden is een hoop tijd. Dus dat is mooi. En ik had daarbij een regisseur. En die werkte altijd met iemand. Die had eigenlijk nog nooit met een componist gewerkt. Dus die werkte altijd met iemand die gewoon bestaande muziek bij elkaar zocht en editen. Die maakte daarvoor televisie en die ging ook voor het eerst een speelfilm doen. Die producent had gezegd, nee, dat kan niet, want we moeten allemaal syncs, waar jullie het net ook hebben gehad. Allemaal syncs. We moeten echt op maat gecomponeerd en we hebben orkest. En er was gewoon geen klik. Dus hij wilde niet met mij of zo. Of hij wilde wel, maar hij wist het eigenlijk niet. Het is niet dat hij niet maar hij was, ja, wat moet ik dan? Moet ik gaan brieven? Ja, ik moet het gewoon horen. Dus ik heb in die eerste 3 weken heb ik die hele speelfilm eigenlijk in demo geproduceerd. En toen zei hij, ja, dat vind ik helemaal niks. Hè. Die dingen horen, zei die weet ik niet. En toen zei hij, doe maar wat anders. 3 weken later zat ik weer bij hem. Zei, nou, dit kan ook. En zei hij, ja, ik moet toch eerst even vanavond een joint nemen. Want ik kan me niet meer onbevangen, kan ik hier naar kijken. Dus ik weet het nu niet. Om uiteindelijk, zeg maar 2 weken voordat we met het orkest zouden opnemen, terug te komen bij datgene wat ik die eerste 2, 3 weken gemaakt heb. En zei, ja, eigenlijk vind ik dit gewoon fantastisch. Maar dus we spraken niet dezelfde taal. Hij wist niet wat hij wilde. Ik vond het moeilijk. Ik was ook nog een stuk jonger. Dus ik vond het ook moeilijk om een soort, ja, wat wil je nou? Dat durfde ik niet te zeggen. Dus nou, dan ga ik maar weer wat anders maken. Dat is heel zwaar geweest. Dat was echt een horrorproject. En op de première kwam hij naar me toe. Zei, ik vind het zo mooi geworden. Ja. Ik vond het zo fantastisch. Ik vond het zo leuk. En ik vond het echt vreselijk. Op welke ben je het meest trots? Op welke ben ik het meest trots? Ik denk dat De Wereld Draait Door als het over tv-tunes gaat. Die gewoon in de algemene... Ja, die hebben we ook wel weer deze, ja. Deze vind ik harmonisch. Ik wil niet altijd muzikaal, maar die vind ik wel fijn gelukt. En dat is ook gewoon een struggle. Want we hebben trouwens toen samen was Mark Post was de regisseur voor dat programma. Evert van der Horst was de producent. En ook daar hebben we 9 dingen gemaakt toen. Toen werkte ik nog alleen, heb ik 9 dingen gemaakt. Waarvan deze eigenlijk al wel direct daar uitsprong. En dat was niet precies wat ik had verwacht. Want dit was dus een van die dingen die een beetje buiten de lijntjes was. Ze had een soort funk in die ik ook tof vond van de Red Hot Chili Peppers toen. Er zat allerlei gitaardingen. Ik denk, dat kan eigenlijk helemaal niet bij een talkshow. Maar toch vonden ze het leuk. Ja. Dus, deze moest ook wel een beetje anders natuurlijk. Het moest wel een beetje anders. Maar het gekke is, dat programma begon met 2 presentatoren. 1 was heel goed en de ander was Matthijs van Nieuwkerk. Hè, dus wie was de tweede? Ja, ik weet niet wie die... Maar het was, dus er staat, is nog niks Francisco bekend. Francisco Fajola deed de maandag. En ik had auditie gedaan voor die dus nu kent iedereen het als een icoon natuurlijk op van de Nederlandse televisie. Ja, maar in het begin keek niemand ernaar. We gaan een talkshow doen met iets met een driehoek. Mark zei, we hebben een tafel in een driehoek, want dat is makkelijker voor de shots. En het decor is nog met cabaret en toestanden. Dus je weet het ook niet altijd. En de Voice was natuurlijk ook weer de zoveelste talentshow. Ze hadden ook niets bedacht met een draaiende stoel. Muziek kan natuurlijk wel meewerken om een programma toegankelijk te maken en om de aandacht te trekken, om de juiste tone of voice te zetten. Maar het succes zit natuurlijk ook wel in het programma zelf. Maar qua muziek ben ik wel trots op de Wereld Daardoor, maar op heel veel andere dingen die we maken. En je kunt het allemaal terug horen, dat vertelde je al. Terug, Martijn Schimmer heet hij. Bedankt voor je komst. Graag gedaan.